Inmiddels loopt alweer periode 5 van de C1000 sponsoractie. Bij de opbrengst staat de teller rond de 15.000 euro. Wij stellen weer een aantal deelnemers voor. Big Band Carte Blanche, wie en wat zijn jullie? Wij zijn een big band die muziek maakt, typische big band muziek. En een big band bestaat uit een vaste formatie van een combo, drums, gitaar, piano en basgitaar. En daarnaast altijd 4 trompetten, 5 saxofoons en 4 trombones. En eventueel aangevuld met een zangeres. En de big band heeft de laatste tijd weer wat meer bekendheid gekregen vanwege Mike Dublé. Maar ook bij Idols wordt vaak big band muziek weer, of in ieder geval de big band, geïntroduceerd om te begeleiden. Maar de big band is vooral bekend voor de van Glenn Miller. Die in de oorlogstijd natuurlijk de Glenn Miller muziek maakte. En dat is een typische big band muziek, dus een bepaald jazzachtig genre. Voor de sponsoractie van C1000 hebben jullie al in gedachten wat jullie daar met de opbrengst gaan doen? Ja, wij zijn in Nuenen bekend nu als de Big Band Carte Blanche en wij willen graag die naam veranderen in de Big Band Nuenen. En daarvoor is geld nodig, zeg maar, om die, de naam opnieuw bekendheid te geven en te veranderen. Staan er dit jaar nog activiteiten op het programma? Ja, net als in 2009 organiseren wij weer een Big Band Festival op 14 oktober op zondag in het klooster. En daar treden dan naast ons ook een andere big band op en eventueel aangevuld met een zangeres die een eigen optreden heeft. Het Nationaal Ouderenfonds bestaat sinds 1935, maar is sinds 1953 omgevormd in een fonds waar vrijwilligers postzegels en kaarten verkopen ten bate van de ouderen. Wat voor activiteiten leggen jullie allemaal aan de dag? Nu hebben we ook sponsoring van de loterijen. En onze voorzitter, grote voorzitter, heer Romme, probeert ook andere fondsen voor ons actief te krijgen. Wat gaat er gebeuren met de opbrengst van de sponsoractie C1000? De opbrengsten van C1000 die gebruiken wij als ouderenfonds voor de ouderen in Nuenen. Dat betekent, wij hebben allerlei zaken die spelen ten opzichte van het ouderenfonds en de verenigingen die materialen nodig hebben die niet subsidiabel zijn of waar geen geld voor is, dat brengen wij dan, dat proberen wij te krijgen. Het ouderenfonds doet met de verkoop van de zomerzegels, doen wij dus dan premies verdienen. En dat betekent dat wij zelf met onze stichting 1000 euro wordt het aangevuld met 50%. En zo kunnen we allerlei verenigingen helpen aan materiaal waar ze normaal geen gebruik van of niet kunnen krijgen. Over welke verenigingen gaat het? Het gaat over onder andere de Akkers, Jo van Dijkhof. We hebben dus het Steunpunt, we hebben Likkepot, Dorpswerkplaats, allerlei instellingen. Ja, dus alles met ouderen, het moet echt met ouderen te maken hebben. Daar zorgen wij voor mogelijkheden. De Raad van Zaterdag, wat doen jullie? Wij doen carnaval vieren, vanzelfsprekend als carnavalsvereniging. We hebben een eigen prins en wij doen mee aan alle eigen activiteiten die er gehouden worden rondom carnaval. De prinsenrecepties, de prinsenwissels, de sleuteluitreiking doen we aan mee. We doen in Tourbeurt doen we mee aan bijvoorbeeld het verzorgen van het carnaval voor de ouderen in de Akkers. Dat is eigenlijk de Raad van Zaterdag in kort. Wat gaan jullie doen met de opbrengst van de C1000 sponsoractie? De opbrengst is bestemd voor het kindermiddag die wij doen. Twee jaar geleden zijn we daar weer overnieuw mee begonnen. Hebben dat nieuw leven ingeblazen. En de opbrengst van de sponsoractie is helemaal bestemd voor die kindermiddag. Staan er nog bijzondere activiteiten op het programma dit jaar? Voor ons natuurlijk niet echt bijzonder. Dat zijn eigenlijk een beetje de standaard activiteiten die we hebben. De 11e van de 11e, onze prinsenwissel. Waarbij de zittende prins aftreedt en onze nieuwe prins bekend wordt. Dat is eigenlijk hetgene wat dit jaar nog in de planning staat. En dan beginnen we het volgende seizoen natuurlijk met frisse moed aan het carnaval.